Mireille Reitsma sloot het afgelopen seizoen af als marathonschaatser van het jaar. Opmerkelijk, aangezien dat weer haar eerste seizoen was sinds de bevalling van dochter Zira. Reitsma is toch al druk bezet, met naast haar schaatsloopbaan en haar gezin ook nog eens een eigen winkel. Komend seizoen staat ze toch weer op het ijs, met een nieuwe sponsor en een nieuwe ploeggenote. Nou, we hebben gezocht naar een vierde rijdster en we hebben verschillende mensen de revue laten passeren. Maar Erna en Sandra en ik zijn alle drie aanvallers, dus we zijn eigenlijk wel op zoek geweest naar iemand die snelheid heeft. En die hebben we gevonden in Wieteke Kramer, die heeft ons team versterkt. Reitsma begint het seizoen nu als marathonschaatster van het jaar. Dat maakt de dingen toch iets anders. Nou, het beeld in huis staat wel heel mooi. Dus wat dat betreft wil ik hem best nog een jaartje houden. Maar nee, het maakt het seizoen niet anders. Ik heb er veel zin in. We gaan echt proberen als team goede prestaties neer te zetten. Dus de titel is superleuk. Ben ik ook heel erg blij mee. Geeft me echt een stukje waardering. Maar het is gewoon een nieuw seizoen. Ja, ik heb echt een mooi seizoen gehad. Mooi terug kunnen kijken. En de overwinningen die ik heb behaald, ja, die blijven voor mij gewoon bijzonder. En ik hoop dat we die lijn als team kunnen voortzetten met nog een paar mooie overwinningen. Jullie hebben bijna allemaal een lange baan verleden. Ga je nog iets doen op de lange baan? Ja, dat is wel leuk en dat verbindt onszelf ook wel hoor. Sandra en Wieteke en ik hebben alle drie heel lang samen geschaatst in de lange baan. Erna niet. Maar het maakt wel dat je elkaar heel goed kent. En ook wel een soort van dat je een bijzonder team bent. De ambities op lange baan die zijn er niet meer. Zowel bij mij niet als bij Wieteke als Sandra niet. En dat geeft ook een stukje rust. Dat je daar echt een punt achter hebt gezet. En het marathonschaatsen is leuk genoeg. Dus lange baan hebben we niet nodig. Bijna 2 jaar is de kleine Zira nu. De geboorte van haar dochter heeft voor de topsportster Reitsma veel veranderd. Ja, dat is superleuk. Ik geniet heel erg van Zira. Het is wel veel plannen om het allemaal te combineren. Maar ja, die keuze heb je dan gemaakt en dat vind ik dan ook prima. Maar ja, het geeft wel echt een stukje meerwaarde aan mijn leven op dit moment. En misschien ook aan je schaatscarrière, want je kwam naar je bevalling beter terug dan ooit. Ja, het was wel een hele zware weg terug, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is me meer dan waard geweest en ik vind schaatsen nog zo leuk. En dat is dan ook de motivatie geweest om door te gaan en daardoor heb ik het ook zo gered. Want iedereen denkt daar misschien heel makkelijk over, maar hoe moeilijk was dat in de werkelijkheid? Nou, ik vond het echt een zware weg en ik zou de weg niet zomaar nog een keer kiezen omdat ik nu weet wat voor hobbels erin zitten. Maar ja, het is pittig. Je begint echt weer bij een nulpunt en dat ben je niet gewend. Dus je moet echt eerst opbouwen voordat je ook maar weer een beetje de intensiteit aan kan. En ja, ik ben ook wel gegroeid tijdens de wedstrijden. Dat scheelt dan ook. Dat neem je dan ook wel weer mee. Dus, maar het is een mooie weg geweest. Een hele leerzame weg. En dan is er ook nog de kinderkledingzaak. Die Reitsma met een van haar zussen heeft in Emmeloord. De vraag is vooral hoe ze het allemaal kan combineren. Heel gestructureerd plannen. En dat ben ik ook nog wel aardig goed in. Dus het gaat me best goed af. En gelukkig doe ik het samen met een zus die heel flexibel is. Dus die zegt van als je wilt trainen en het kan, dan geef ik je de ruimte. En ja, alle dingen die ik doe vind ik leuk. Dus dat scheelt ook al een heleboel. Want hoeveel uur per week sta je hier in de winkel? Ja, dat verschilt nog wel eens. De ene keer is het tegen de 30 uur. Maar ja, ik wil ook wel eens dat het over de 40 is. En vooral die 45 uur werkweken, die vind ik echt wel pittig. En maar ja, dat is niet anders. Het is van jezelf. En je wil ook dat het hier goed draait. En ja, daarin staat tegenover dat ik ook wel weer weken 30 of 28 uur kan werken. En een collega die je ook op de schaatsbaan vaak tegenkomt. Ja, ik zoek leuke collega's uit. Dus Wieteke die doet ook heel gezellig hiermee. En de sfeer is belangrijk, zowel in team als op je werk. En Wieteke is al hartstikke lang mijn beste vriendin. Dus dat je dan dingen samen kan doen op de werkvloer en in je sport. Eigenlijk je twee passies. Dat is gewoon super. Is het eigenlijk zo dat je 3 leuke dingen hebt in je leven waarvan je alle 3 wil genieten? Ja, is toch mooi? 3 mooie dingen. Ja, dat kan niet iedereen zeggen. Maar dat is inderdaad zo.